Het festival is trouwens nog het heel weekend gaande bij G Art Blok. Deze hele week hebben wij u in verband met de herdenking van Kitty Kotti vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp belicht. We sluiten de serie in verband met 159 jaar Kitty Kotti vandaag af met de activiteiten van de verschillende groepen en organisaties vandaag. Het Kunye Akata Instituut onder leiding van Tab Basiramer Maknak begon de dag bij het Riffelplein met een gebed en aanroep tot de gevallen voorouders en beschermers. Dat wil zeggen, ik heb grote afstanden afgelegd en grote stormen getraceerd voordat ik aan wal mag zetten om nog grotere ontberingen te overleven. Maar ik ben er nog. Dus nou, wie zijn die jijtje? En om niet dat zo, naar den Gandhi, die den aan die bakka, naar den takkie. Aan de overkant zit de Pratabroking. Een plek waar honderden jaren geleden de eerste slaaf voet zette en op Surinamse bodem. Zoek naar Zoutuwata. Hij spreekt hij weer zo net. Ik heb gesponden, deze gesponden dat we beten. Dan het elkaar woord dat hij daar. Bijna die aan ambitie. Dat wat dat hij de verweerde, deze pelen komoto. En deze pelen kombata. Dat hij nou winawa. De organisatie Kraka Afro-Suri heeft de dag op een andere manier herdacht. Aan de grote combiweg op de hoek van de president Da Costa-laan was er een taktangi. Trekker van de organisatie Judith Tilborg vertelt waarom zij voor deze locatie hebben gekozen voor de taktangi. 1 juli is voor mij nooit meer hetzelfde als vroeger. Vroeger dat je denkt van het is een feestdag, je kleed je aan en je gaat naar de stad en je gaat feesten. Nee, 1 juli is vanaf ik de informatie... Die tastbare informatie heb kunnen trezen over mijn voorouders die als tot slaafgemaakte uit Afrika zijn gebracht naar Suriname. En als slaven hebben gewerkt in dit land. En natuurlijk op 1 juli 1863 was de emancipatie. Maar we moeten er toch nog rekening mee houden dat ze 10 jaar nog onder staatstoezicht hebben gewerkt. Alvorens ze eigenlijk echt vrij waren. Brampy en Georgina, die eigenlijk het eerste huwelijk zijn uit de lijn van mijn vader na de emancipatie op 12 oktober 1864, zijn dus, zoals we het zeggen, de stammoeder en stamvader. De herdenking en viering van Kitty Kotti werd vervolgd met een bloemenhulde en plengoffer bij het standbeeld van Kwaku en is afgesloten door de organisatie NAX, die een prodowakka hield die de verschillende kledingsoorten van de Afro-Surinamers liet zien.